Hey, klusser. Hoi. We zijn plinten aan het leggen. Plinten. En we hebben een nieuwe lamp. En de eerste plint zit erop. Dat maakt het af. Nou, we gaan nog even verder. Goedemorgen. 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 Laat is het. Half acht of zo. Half acht. Het is hier nog donker. Ik weet niet hoe het in Nederland is om deze tijd. Maar... En het dooit. 1,6 graden. Er ligt nog sneeuw. Er is weer sneeuw gevallen vannacht. Maar het gaat nu weer rap verdwijnen. En dan wordt het weer een ijsbaan. Gisteren hebben we een lekker broodje gekocht. Tenminste, dat weten we niet. Maar dat denken we. En we hebben ook een snijmachine. Ik heb geen idee of ik daar brood mee kan snijden. We gaan het proberen. Daar gaan we weer. Toekje. Gebruiksaanwijzing lezen doen we niet. Ik heb er nog 10. Nou ja, 9,5. Daar gaat ie. Helaas. Dus. Daar gaat ie. Dus. Stekje zit erin voor de verandering. Weet je het ook niet? Ik moet even kijken dan. En wachten. Ik kom even kijken. Heb je het ontdekt? Take two. Hier zit nog een knopje aan de achterkant. Dat is waarschijnlijk voor je vingers of zo. Voor de veiligheid denk ik. Veiligheid. Nou, hotsflats. Dus. Dat is denk ik te dik. Oh. Nog één keer proberen. Het zal niet bedoeld zijn om breuk te snijden. Laat eens even zien dan. Tadaa. Kijk. Het zal niet voor brood bedoeld zijn, denk ik. Alleen voor beleg. Ah, maar het werkt. Kan ons het schelen. Moet je allemaal maken. Advies van iemand hebben we het houtrekje maar iets verplaatst. Niet tegen de kachel aan. Ja, het staat eigenlijk ook best goed en we hebben weer wat meer warmte van de kachel, denk ik. Dus helemaal goed. Die ventilatoren trouwens, die kun je gewoon loskopen. Dan blaas je je warmte wat meer door het huis heen. Tenminste, dat is het idee erachter. En die gaan we zelf draaien als de kachel warm wordt. Nou, we gaan weer even verder klussen. We gaan weer lekker op hier vandaag. We hebben een plank. Hoe noem je dat ook weer, Jack? Met de bovenvrees een randje gemaakt. Met de bovenvrees, ja ja. Spullen hebben we. Dit moet even een beetje wegscheuren, maar goed gelukt. En dat moet een lamp worden. Voor hier aan het plafond. Kijk, want daar hangt een dingetje van de shawarma zaak nog. En daar gaan we iets maken. Met 3 lampjes en een berkenstam. Want we zitten natuurlijk in een berkenbos. Dus ja, dan moet er ook wel een beetje berkenhout in het huis. Dus dat gaan we proberen te maken. Nou, wat hebben we nog meer? We doen een beetje aan de fika, hè? Dat doen ze hier zo. Koffie met lekkere broodjes. Ja. Dat gaan we ook even doen. Nou, Marzel die maakt ze eigenlijk alweer, kijk. Dat is een kleedje. Als hij maar een kleedje heeft. Nou, deze bank is trouwens voor weinig op te halen. Mocht je nog iemand weten, laat maar weten. Kan vervoerd worden, maar niet naar Nederland. Dit moet er dan aankomen. Bij het project Lamp in ieder geval.
houten plaat tegen het plafond aan. En dan moet dat erop komen. En dit moet dan allemaal om een boomstam heen. Ja, je ziet het voor je. Dat is een projectie. Projectie. Nou, ik ben benieuwd of het in de vuilnisbak eindigt of aan het plafond. Projectplan, we zijn alweer iets verder. Het beugeltje zit erop. Kijk, dan moet dit spul opkomen straks. Nou, dan moeten we de kabels nog eventjes in orde maken. Ja, we zijn maar een stel amateurs, hè? Dus we prutsen maar wat aan. Ja. Kabeltje uit. Kabeltje erin. Gevreesd. Gleufje gevreesd. Zo. Daar komt de verbinding. Daar. De kroonsteen ingebouwd. Huh? Daar komen de kabels op. Nou, dit had niet gehoeven. Helaas. Nee. Maar goed, dat zie je niet als hij tegen het plafond dan zit. Dus tot nu toe gaat het goed. Maar... het is nog niet klaar. Nee. Nou, we gaan eerst even eten. Dan gaan we verder. Hè? Yes. Hoi. Nou, we hebben een plankje zover klaar. Dat die opgehangen moet worden. Dus we gaan weer samenwerken. Ja, we moeten eerst nog gaatjes in het plafond. Ja, we gaan even proberen om op te hangen. Gaat goed? Ja hoor. Dus klussen met kijkers. Even gaatjes boren, hè? Voor de pleuren. Ik heb wel geen goede boor. Wel de goede maat. Hoppa. Makkelijk, hè? Gipsplaat, hè? Ken je kwaad hieronder? Nee hoor. Moet dan nog schoonmaken dan, hè? Oké. Okay. Alles is al stof. Plugjes erin. Hamertje, hè? Gipsplaatpluggen. Nou. Mooi. Mooi, hè? Mooi. Het is zo in de interieurbouw. Kijk en daar, zat eerst de draadjes. En nu zitten de draadjes daar en zie je er niks van. Dus kijk, iedere lamp ophangen, wat we willen. Hebben wij even mooi over nagedacht. Als doe-het-zelfers. Zo. Ik vind het mooi. Ik ook. Goed. Wat precies bij dit allemaal? Ja, ook hout. Daar hout, daar hout. Plintenhout. Onze plintjes hier zijn ook van... dat is niet zo goed te zien zo. Is ook van hout, dus... de omlijsting van de keuken, ook van hout. Ja. Zo brengen we er langzaam een beetje Scandinavische invloed in, hè? Oh jee, nou komt de lamp. Die is nog een beetje te lang. Ja, je kan, we gaan even helpen. Vloerverlichting hebben we. En zo is nu de tussenstand. De plank hangt. De kabels met de lamp ook. Er zit 3 meter touw aan. Dus de lampen leggen nu op tafel. De kabel zit eraan bedoel ik. En nu gaan we met touw gaan we een mooie berkenstam ophangen. Nou, we gaan even klussen en jullie zien zo het vervolg. Het eerste touwtje hangt. Nou, de tweede. Nou, de touwtjes hangen. Ik ga hem eigenlijk niet verhangen, maar we gaan een boomstam inleggen. Nou, hoop maar als het goed is. Wat we gezien hebben is dat het gewicht van de plug het aan moet kunnen. Het boompje is toch wel redelijk zwaar nog. We gaan het zien, anders beginnen we gewoon weer opnieuw morgen. Als die onder op de tafel ligt. Nou, de stam ligt erin. Lijkt of dat hij een beetje krom is. Maar dat komt omdat de boomstam een beetje krom is. En nu gaan we de lampjes eromheen vlechten. Nou, tot zo. Zo is ongeveer het eindresultaat, maar we zijn er nog niet blij mee. We moeten de snoeren nog inkorten. Alleen, we kunnen niet helemaal uitvogelen hoe. De fitting gekruiden we niet. Dus dat
gaan we nog eventjes bekijken. Nou, we hebben de snoertjes toch ingekort. Nou, zit er wel zo nog overheen. Daar moeten we nog even gloeilamp voor kopen. En het is wachten. Je zou zeggen, als je het zo ziet. Nou ja, dat zie je niet, moet ik ervaren. Maar die balk is 2 meter en hij steekt boven de tafel uit. Maar als we een nieuwe eethoek hebben. We hebben een eethoek gekocht. Eethoek van 2 meter lang. Dus dan is die, daar is die op gemaakt. Dan moet die precies redelijk uitkomen. Dan komt die niet uit te pakken met een zaag. Dan zagen we er een stuk af. Precies. Ja, ik vind hem helemaal goed. Dat waren de klusjes voor vandaag, hè? Ja, 1 lamp. Ja, 1 lamp, een paar ramen geverfd. Ja. Dus, Morgen! Daar zijn we weer. Het is vandaag zaterdag. Hoeveelste weet ik niet, 5 februari of zo geloof ik. Geen idee. Zoiets. En we hebben lekker aan het klussen weer. Tenminste, allemaal kleine dingetjes, plintjes en weet ik het wat, lampjes. De lamp, die hebben we natuurlijk gezien. Hij is bijna helemaal af, want we hebben de kabels ingekort. Maar dat hebben jullie volgens mij ook nog gezien. Maar we moeten een paar nieuwe lampjes hebben. Maar vandaag gaan we eens even, het is mooi weer. Een beetje wolkje zonnetje. Het is 0 graden precies. Dus we gaan eens even bij een waterval kijken. Of we er kunnen komen weten we niet. En of die stroomt weten we ook niet. Maar we gaan in ieder geval eventjes een dagtripje maken. Dus wordt vervolgd. Kijk, daar staat hij. En we gaan even kijken hier. Een mooie parkeerplaats. Het is niet druk, we zijn de enigste. Of de enige. We gaan even een tippeltje maken. Ik zal even kijken, daarheen. En er moet een watervalletje zijn. Maar ik denk dat hij bevroren is nu. Maar misschien wel leuk om even te kijken. Wij zijn hier in ieder geval nog nooit geweest. Dus ben benieuwd. Dat blijft toch altijd leuk in Zweden. Ik ga niet kijken, maar een wc'tje. Verderop een bankje. En we horen al water stromen, dus we gaan de goede kant in ieder geval op. Informatiebordje. Nou, je mag hier een tent opzetten, staat er voor 2 dagjes. En daar zijn we dus bij de Bratvallet Halkoleden. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. En je hoort hem al stromen. Ja. Dus. Nou, ik kijk er ook niet uit glijden. Daar is hij. Klein maar fijn. De ijszwemliefhebbers, die kan hier aan gaan. Hier onder het ijs.
hier weer overal zitjes. Hè. Zit nou niet zo lekker, maar in de zomer prima plekje, denk ik. Mooi hè, Mat? Hey. Nou, je hoort het. Het is allemaal een beetje ijs. Beetje vriezen, beetje dooien. Je moet ook wel uit te klooien. Ja. Nog geen elanden zien, maar ja, die horen ons van 3 kilometer ver lang komen. Hier een maat. Er is hier ook een wandeltocht, de Halgaleden, 7 kilometer. Nou, dat is nu geen doen, maar die gaan we zeker nog een keertje lopen. Nee. Kijk, dan moet je ook daarheen, denk ik. Nou, we gaan langzaam terug naar de auto. We zijn weer lekker aan het rijden. Kijk dan hoe mooi. Het was door de bomen, door het bos. Hey. Zonnetje erbij. Zonnetje erbij, het is super weer. Voor ons weer een nieuwe weg. We zijn altijd een beetje aan het verkennen. Het is niet zo heel erg glad. Maar toch een beetje voorzichtig naar beneden. We kijken daar uit, zo de schaaf. De rivier loopt er vol mee. Hoppa. Nou, bij het strand. Het A-strand. A-strand. O-strand. Heel veel huizen kom je toch nog wel tegen die helemaal bewoonbaar zijn. Verlaten. Verlaten. Nu komt hij hoor. 3, 2, 1. Bam! Verkeerde knopje. 3, 2, 1. Hoppa. Nou, kijk eens. Zo is die dan geworden. Helemaal gelukkig. En Jacques, hoe ben je aan het doen? Schoenenrekken in elkaar aan het zetten. Goed bezig. Doe je dat met een stofzuiger? Nee, met handen. Nee. Succes. Lamp aan of uit? We hebben weer wat nieuws verzonnen. Let niet op de zooi, want we zijn nog druk bezig. Maar we hebben een trap zonder leuning. En dat vinden we niet fijn. Dus we gaan hem maken, omdat we toch in het Berkenbos wonen. Een probeersel hoor. Trapleuning van berkhout. Dus heel simpel, gewoon zo tjoek tjoek, steuntje eronder en klaar. Maar dat gaan we maken. En hoe dat wordt, dat zien jullie nu. Gaat goed. Gaat goed. Project trapleuning. Project trapleuning. Kunnen we nu nog een stukje veiliger naar boven. Zo. Hè? Yes. Houd me nog een beetje drogen, dan zal het ook een beetje wit worden allebei. Het sneeuwt weer een beetje. En Jacques gaat even een mazzeltje uitlaten met de spark. Wat? Ik zeg met de spark, toch? Zo heet dat.
Goedemorgen allemaal, het is zondag en we gaan even een stukje wandelen, tenminste we niet, ik. Sjok is raampjes aan het schuren binnen en aan het schilderen. Verschil moet er zijn, hè. Nee, ze vindt het niet zo fijn lopen. Nu gaat het wel hoor, want er is gisteren weer een beetje sneeuw gevallen. Dus dan is het niet zo glad om te lopen. Maar anders is het allemaal één grote ijsbende. Maar ze had niet zoveel zin. Ja, dan ga ik lekker even alleen. Het is zondag, dus ik heb vandaag niet zoveel zin. Ik heb genoeg plintjes, gordijntjes, dingetjes gezien eventjes. Dus even een beetje relaxen. Ja, mooi plekje toch jongens, we zijn er super blij mee. Natuurlijk, het is wel altijd wel wat op aan te merken, bepaalde dingen, maar... Joh, we hebben de tijd om het op te knappen en we zien het wel. Ja toch. Heerlijk toch zo. Ja, winter is, winterweer is het niet echt. Want het is iedere keer net een paar graden boven nul. S'nachts een paar graden eronder of tot de min 10 of zo, maar niet echt veel sneeuw. Ja, dat is toch een beetje jammer eigenlijk. Ja, ook hier zal dat wel minder worden in de loop der tijd natuurlijk. Kijk, hier is dan weer een grote ijsbaan. Hier kun je een beetje je schaatsen aan doen. We gaan een klein stukje in de omgeving lopen. Voor mij ook nieuw. Dus ja, ik neem jullie even mee. We hebben een mooi paardje gevonden. Zo het bos in. Ja, wel opletten, want het is allemaal ijs hier. Het zou een stunt zijn. Hè? Als ik er een keer gestrekt zou liggen. En kijk dan. Ja, dit is, het is het. 100 meter bij ons huis vandaan. Dan heb je zo het bos in. Maar als het goed is, moet dit paardje ergens bij een rivier uitkomen. Bij de rivier. Bij de Klarelve. En ik ben benieuwd. Nou, er moet een paardje zijn. Maar ik zit weer eens niet goed. En Google Maps heb je niet veel, want je ziet alleen maar bomen van bovenaf. Nou, hieronder, daar ligt een rivier. En daar wil ik graag naartoe, maar... Geen idee hoe. Ik zit nu in ieder geval helemaal verkeerd. Goed, we gaan verder zoeken. Een paar afdrukken gevonden. Kijk, zo groot is mijn hand. Geen idee. Maar ik denk elandsporen. Ik snap alleen die twee gaatjes erbij niet. Echt mega. Ik heb het paadje niet gevonden. Ik denk dat ik toch... Ja, ik had een paadje en dan liep ik langs iemands huis. En ik denk, loop ik nou zijn tuin in of niet? Ik denk eigenlijk dat ik dat paadje had moeten hebben. Maar goed, ik ben even de andere kant op gelopen. Ja, je kan je eigen haar eruit leven. Kijk. Bomen, bomen, bomen. Kijk hoor. Ja, ik denk toch, als jullie weten waar die afdruk van was, ben ik wel nieuwsgierig. Ik ga zo een eland zijn, kijk. En ben ik hier, heb ik weer dezelfde. Kijk, ik zal eens even filmen. Even kijken, gaat dat zo? Kijk, dan zeg je. Waanzinnig, hè? Ja, hier raak ik het wel naar mijn zin, hè. Helemaal goud. Nou, dan ga je langs spotten. Ja, met dat gekraak. Van mij zijn ze al lang pleiten, natuurlijk. Dan even een stukje en dan gaan we weer lekker terug. Dan gaan we weer verder met klussen. Ik zat even in zo'n schiethuisje. Misschien kan ik wild spotten, maar heel veel jongen de bomen. Mooi. Nou, toch een leuke wandeling gemaakt. En een beetje van de omgeving leren kennen. Nou, je kunt je aardig uitleven, denk ik. Rugzakje op en gaan. Maar dat gaan we allemaal nog wel doen als het wat beter weer is. Tenminste. Op zich was het goed te lopen hoor, dus geen probleem. Misschien gaan we morgenochtend lekker weer een stuk. Wat gaan we nu doen?
heb een beetje het stukje bos opgeruimd. Kijk. Ja, allemaal oude, omgevallen, rotte bomen. Ja, die hoeven natuurlijk niet te drogen, want die zijn al gedroogd. Dus daar gaan we een lekker vuurtje van stoken. En dan gaan we lekker buiten lunchen, want het is heerlijk weer met zonnetje. Echt niet normaal. Tuurlijk, je hebt het dik aangekleed, maar ja, als het nou in Nederland rond het vriespunt is, dan ga je echt niet zomaar zonder handschoentjes lopen en zo. Helemaal windstil. Hoort vogeltjes fluiten. En nu even niet. Maar we gaan bakken. Lekker! Dit was hem weer voor deze keer. En hoe het verder gaat, dat zien jullie volgende keer weer. Ja, stem gaat er een beetje aan. Maar allemaal hartstikke bedankt voor het kijken. En als je hem leuk vond, geef een duimpje. Mochten jullie nou vragen hebben. En ja, we krijgen wel diverse vragen. Maar stel ze eventjes onder de video. Dan gaan we vanaf volgende keer, gaan we gewoon iedere week gaan we een paar vragen beantwoorden. Nou, super bedankt voor het kijken. En ik zou zeggen tot de volgende. De mazzel!